De controle vanuit het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, AWJ, op de interimbureaus, oftewel uitzendbureaus, is onbeduidend. Dit haalde het DNA-lid Harriet Ramdien aan tijdens de behandeling van de ontwerpwet houdende wijziging van de wet ter beschikking stellen arbeidskrachten door intermediairs. Ramdien vindt dat controle geen daad van vijandschap is en daarom juist nagegaan moet worden of de uitzendbureaus zich houden aan wet en recht. Ik sprak over de arbeidsinspectie van het ministerie van AWJ en ik gaf aan dat ik vind dat de controle vanuit arbeidsinspectie weinig tot matig tot zwak is. En ik zeg het niet zomaar. Er zijn uitzendbureaus die mensen onder zich hebben en te werk gesteld hebben in bepaalde bedrijven, bepaalde organisaties. En als u kijkt wat die mensen verdienen, is echt om te huilen. Ik heb van één persoon een salarisspecificatie meegenomen. En ik heb die persoon net weer gebeld. Ik ga zijn naam niet noemen. En ik ga het bedrijfnaam niet noemen. Maar als het moet, zal ik het met het ministerie wel erover hebben. Omdat dit niet kan. Het zijn arbeiders. En het gaat niet om één persoon. Het gaat om een groep. En deze mensen moeten elke dag werken. Of het zaterdag is, of het zondag is, elke dag moeten ze werken. Het is schandalig dat mensen een volle maand te werk worden gesteld voor een karig loon. Met een loon van rond de 2000 SAD komt niemand uit. De bedragen bereiken niet eens het minimumuurloon. En waar blijft arbeid in dit alles? Vroeg Ramdien zich gebelgd af in het parlement gisteren. Is toch schandalig? Is toch schandalig? En waar is de arbeidsinspectie voor controle? Hele maand werkt die man. Dan ontvangt hij 2141 SRD. Die kan toch niet? En het bereikt het minimumloon zelf niet. Onze minimumloon zelf bereikt dit bedrag niet. Voorzitter, via u aan de regering. Hieraan moet een verandering komen. Dit kan niet, het is onkan. Worden dus uitzendbureaus gecheckt? Wordt er controle gepleegd als ze aan die wetten en die regels houden? Ik zeg u dat het niet gebeurt. Die mensen weten niet naar wie ze moeten gaan om hun klacht in te dienen. U zal me zeggen, ja, dan moeten ze maar naar ons ontslagcommissie. Maar u moet in hun schoenen staan om te begrijpen dat zelf voor dit beetje geld ze bang zijn dat ze naar huis worden gestuurd. Toont u begrip voor ze.